prijs is relatief, maar het is gewoon, natuurlijk ben ik er blij mee. We zijn uiteindelijk ook allemaal kleinkinderen. Als er een prijs te winnen is en je krijgt hem, ben je gewoon blij, natuurlijk. Zeer, zeer fijn. Echt waar. Ik geniet ervan. Ik vind het te gek. Ja, echt. Ik had niet verwacht. Niet verwacht in de zin. Op een bepaalde manier willen we toch allemaal een beetje winnen. En je dekt jezelf zo psychologisch, emotioneel een beetje in. Van ja, en als je niet wint en ja, bla bla bla. En dan toch iets winnen om te beginnen. En dan, nu hebben we natuurlijk heel veel mooie prijzen binnengehaald. Het is heel tof. Echt waar. Ja. Ik ben er heel blij mee. Ik had het niet verwacht. Dat is vreemd. Het was niet onverwacht, maar het was ook niet verwacht. Ik ben er heel blij mee, laten we het zo zeggen. Ah, wel, ik denk voor mij persoonlijk was het. Ik had echt fysiek kippenvel toen de debuutprijs. Toen mijn naam viel bij de debuutprijs, was dat het fijnst. Dat had ik echt kippenvel even van. En ook omdat ik was dan al Jeroen zijn prijs gaan halen en de Nicola. En ik dacht van subiet kan ik hier niet meer terug. Ben ik alleen maar op het podium geweest om andere mannen hun prijzen te gaan halen. En ik zeg, ik wil tenminste toch ook eens een eigen naam mogen praten ergens. De tijd loopt en in één keer. Ja, en dat was de fijnste, moet ik zeggen. En dan de rest, en Matthias, daar was ik ook heel gelukkig. Alhoewel ik natuurlijk geloofde dat Matthias hem moest winnen ergens. Maar, en met alle respect natuurlijk vooral de medegenomineerde van Matthias. Maar wat die jongen gedaan heeft, was zo. En ik heb ook zo'n dichtbij gezien, dat was ook emotioneel voor mij. Voor mij was het emotioneel belangrijk dat Matthias die prijs zou winnen. En toen die binnen was, kon voor mij de avond echt niet meer stuk. Ik denk dat ik ook daarin heel veel te danken heb aan Michael, die echt een rol geschreven heeft, die dat ook vraagt van een acteur. En ik hoop dat het werk dat Michael geleverd heeft met Runskop als scenarist en als regisseur, heel veel regisseurs en scenaristen stimuleert om rollen te schrijven die waar vlees aan zit. Waar gewoon, en Michael heeft daar zo lang op gewerkt, heeft daar zo lang op gevroed en gebeten. En hij heeft mij dat dan gegeven en dat is een prachtige rol. En natuurlijk, je moet het nog wel doen, want het is ook een rol waar je kunt ook heel gemakkelijk de bal misslaan. En dus ik heb heel veel te danken aan Michael daarin. Het is zijn schriftuur, hij creëert het universum, hij creëert de sfeer. Ik geef gestalte aan dat personage en ik heb dat met hart en ziel gedaan. Maar ik heb dat ook alleen maar gedaan omdat ik geïnspireerd werd door wat Michael mij gegeven heeft. Dus het begint wel bij hetgeen waardoor je geïnspireerd wordt. En dat begint dus bij een scenario. En dat begint ook bij een bezieling van de regisseur. En dat zet dan van alles in gang. En dat zet je er dan zelf als acteur toe aan om uiteindelijk zoiets te doen. En daar kun je alleen maar heel gelukkig van worden. Ik ben ook blij dat Hans met Adem voor het beste scenario een prijs heeft gewonnen. Omdat... We zaten samen sterk genomineerd, alle twee. En als ik dan gaan wij met toch wel wat veel prijzen lopen. Ik vond dat fijn, omdat Hans is echt gewoon een supertalent. Hij is ook een maat. Ik weet niet hoe dat hem zich nu voelt, maar... ik wens hem echt... je weet dat. Ik wens hem... Dat gaan nog schoon dingen gekomen voor de Hans en ook voor Vanja. Ook, en voor andere filmmakers. Het was gewoon... Ja, voilà. Runskop is voor mij nog altijd... Ik voel Runskop aan nog altijd als mijn eerste echte... Als een bolletje zo. Dat is mijn bolletje. Omdat ik er zo lang mee heb meegeleefd met die film, met de ontwikkeling ervan. En dat is ook een beetje mijn kind. Dus het voelt ook... Dat is ook de eerste film die echt eigenlijk voelt een beetje als mijn film. Terwijl het natuurlijk de film van Michael is. Maar het voelt ook een beetje als mijn film. Dus ik zal die film altijd... en dan ook echt altijd... dicht bij mij dragen, omdat die voor mij heel veel betekent.